last van een droge en een trekkerige huid? Of zie je lijntjes ontstaan in je gezicht die je eigenlijk niet zou willen hebben? Of merk je juist dat de elasticiteit uit je huid begint te verdwijnen? Dan heb ik hier de oplossing voor jou. Namelijk de voedingssupplementen. We doen natuurlijk heel veel aan de buitenkant. We gebruiken onze crèmes voor thuis, we gebruiken onze peelings, onze maskers, natuurlijk de behandelingen. Maar misschien wel een van de belangrijkste dingen die we dan eigenlijk nog missen, is het stukje van binnenuit. Nou, gezonde voeding is daarin natuurlijk een pre. Zorg dat je voldoende groente en fruit binnenkrijgt, zodat je echt al je vitamine en mineralen gewoon goed binnenkrijgt. Maar, nu is het zo dat tegenwoordig in onze voeding te weinig zit aan vitamine en mineralen. En die hebben we natuurlijk wel nodig om onze huid zo mooi en natuurlijk jong te houden. Dus, daarom voedingssupplementen. En daar ga ik je nu even wat meer over vertellen. Laat ik beginnen bij het begin. Vitamine C. Nou ja, al geheel natuurlijk bekend, vitamine C. Goed voor je weerstand, maar ook goed voor je huid. Het zorgt er namelijk voor dat jouw collageen in de huid minder snel wordt afgebroken. Dus dat betekent dat je ook minder snel lijntjes gaat krijgen. Met name de mensen die roken, is deze extra belangrijk om deze meer te nemen op een dag, omdat het roken ook vitamine C afbreekt. Nou, vitamine C afbreken betekent dus rimpels. En die willen we niet. Dus daarom vitamine C. Dan de colistine. De colistine is een voedingssupplement wat een heel belangrijk bouwstofje bevat voor het collageen aanmaak. En dat noemen ze glucosamine. Glucosamine is een eiwit die ervoor zorgt dat je huid en jouw lichaam collageen gaat aanmaken. En collageen aanmaken betekent dat je minder lijntjes hebt, minder last van eventueel je gewrichten. Kan je hem ook heel goed voor inzetten. En ook een betere gehydrateerde huid. Nou, wil je die glucosamine zo optimaal mogelijk laten werken, dan heb je daar ook weer die vitamine C bij nodig. Dus 1 en 1 is 2. Lijntjes. Dan gaan we door naar het volgende. Voel je je misschien ook wel wat vermoeid? Of heb je zoiets van, nou, mijn groente- en fruitinname is niet zo heel erg optimaal? Dan zou je nog kunnen zeggen, de UltraVital. Dat is een vitamine- en mineralencomplex die ervoor zorgt dat je eigenlijk alle belangrijke vitamine en mineralen gedurende de dag extra binnenkrijgt. Wat er dus voor zorgt dat jij je energieker voelt, je fitter voelt. En als je je zo voelt, dan straal je dat ook uit. Dus ja, dan zie je er eigenlijk nog weer beter uit. En dan als laatste de Skin X. De Skin X is een supplement wat omega 3 en 6 bevat. En deze twee die zorgen ervoor dat jouw vet en je vochthuishouding beter in balans komt. Dus dat dat droge, trekkerige gevoel minder wordt. Nou, dat is natuurlijk alweer een puntje die we kunnen afvinken. Daarnaast zorgt het er ook voor, bij eventueel een onzuiver huid, dat je huid ook gereinigd wordt aan de binnenkant. Dus dat al die afvalstoffen en die bacteriën beter worden afgevoerd. En daarnaast ook nog eens dat je huid beter en elastischer wordt, dus strakker. Ook weer een stukje verjongen eigenlijk. Dus je pakt en je droogte aan en je gaat je huid verjongen. Nou, dat noemen we nou nog eens 2-in-1. Nu kan je zeggen, ik wil heel graag de vitamine C met de colistine voor mijn collageen. Maar eigenlijk merk ik ook wel dat mijn huid heel erg droog begint te worden. Want ja, hè, nu met die zon, dat droogt natuurlijk ook ontzettend uit. Oplossing, boosterbox. Deze 4 supplementen die we net hebben doorgenomen, zitten allemaal in die boosterbox. Dan heb je gewoon alle 4 de belangrijkste bij elkaar, zodat je en je lijntjes gaat verminderen en de droogte gaat aanpakken en je al geheel nog fitter voelt. Dus nou, dan hebben we alle punten aangepakt. En laten we nou nu ook nog een actie hebben. 2 plus 1. Betekent dat als je 2 supplementen aanschaft, dat je dan de derde erbij uit kan kiezen. Nou, dat noem ik nog eens een leuke actie. En zeker in de zomer. Belangrijkste aan de voedingssupplementen is dus dat je het stukje van binnenuit beter gaat aanpakken. Hoe meer je dat doet, hoe beter ook het resultaat je krijgt van je behandelingen, maar ook van de producten die je thuis gebruikt. Dus dan stimuleer je jezelf ook nog meer om net even wat meer te gaan doen voor je huid. Mocht je nog vragen hebben of dat je zoiets hebt van, nou, Monica, geef me nog even wat meer tips wat ik allemaal kan doen. Bel of mail gerust.
dan kan je mailen naar info@puurhuid.nl. Of zeg je van nou, die actie, die spreekt me eigenlijk wel aan, die wil ik gaan uitproberen. Ga dan naar antiagingproducten.nl.